In zoverre had ik mij vergist in u allen. Dat ik dacht dat u makkelijker de weg naar God had gevonden. En dat het mijn probleem was. En dat u dat al lang had opgelost. En ik was eigenlijk verrast dat u ook zoekende bent. Goedenavond en welkom bij Kruispunt. In deze donkere dagen voor Kerstmis komen wij met een aantal speciale uitzendingen van de kloosterserie van Kruispunt. En we hebben een zeer bijzondere gast vanavond. Professor meester Pieter van Vollenhoven. Hij deelt één dag het leven van de trappisten in Berkel-en-Schot. Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleven. Wees u welkom. Leo Feijen van Kruispunt. Leuk. Leuk te zien, leuk te boeren. De stem wordt werkelijk. Ja, de stem wordt werkelijk. En van u ook. En wat mag ik zeggen? Professor van Vollenhoven of meneer van Vollenhoven? Nou ja, we moeten kijken op deze dag wat u ingeeft. Alles mag. Alles mag. Dus als u het afwisselend doet, blijft iedere dag weer, ieder moment weer een nieuw moment. Heel mooi. Zullen we naar de abdij lopen? Daar staat de abt klaar om u te ontvangen. Ja, daar staat de abt klaar, ja. En als we daar zo naartoe lopen, hoe gaat u nu naartoe? Wat hoopt u daar te vinden? Ja, u heeft me in verwarring gebracht. Heb ik u in verwarring gebracht? Ja, met uw boekjes. Ja, u heeft me in verwarring gebracht. Ja. Kijk eens, ik dacht dat er in het klooster meer zekerheid zou zijn. Ja? U heeft me in verwarring gebracht. Gaat u naar het klooster als een zoeker of als een gelovige? Nee, meer luisteren. Luisteren vanwege het zoeken. Ja, luisteren vanwege het zoeken. Want ik ben ervan overtuigd als je de weg naar God zou kunnen vinden, dat je leven verandert, een andere dimensie geeft. Daar kan je belangstelling voor hebben of niet belangstelling voor hebben. Ik heb er wel belangstelling voor. Ik moet zeggen dat ik vind dat zeer de moeite waard. Ik zie het geloven altijd als een taal. Dat moet je veel oefenen en je moet er ook les in krijgen om de taal te kunnen spreken. Zo zie ik het geloven ook. Je moet les krijgen om te kunnen geloven, om die weg daarin te vinden. Ik ga u nu naar de abt brengen. Bernardus. Nou. Ik kom uw klooster bezoeken. Van harte welkom. Welkom. Voor ons een eer om u te mogen ontvangen. Ja. Dit is de heer. Iedereen. Ja, geef maar een. Ik zal ze zo aan je voorstellen. Welkom. Ik heb het al gezegd eigenlijk tegen de vader af, maar ik waardeer het zeer om in uw midden te mogen zijn. Dus ik vind deze gastvrijheid stel ik in hoge mate op prijs. En wanneer is de jongste broeder gekomen? Franciscus is alweer 4 jaar bij ons. Oh ja. Ja. Bijna 4 jaar, ja. Maar hoe lang mag je in zo'n periode nog zitten van nadenken
of dat, om te beslissen of dit je leven is eigenlijk. In principe 9 jaar. Oh, 9 jaar. Dus zover kun je dat uitrekken. Oh ja, dat is een mooie overgangstijd. Ja. Dat is heel goed uitgekomen. Ja. In het normale leven krijg je zo'n... Nee. Maar je hebt dus verschillende stadia heb je waar je dus doorheen gaat. Maar het is wederzijds. Oh, dus de gemeenschap kan ook zeggen van... je bent de alleraardigste jongen, maar... Oh, dat kan ook. Wij willen echt niet met jou verder. Het is geestig. Het is, het is tweerichtig. Ja. Heeft u zich georiënteerd? Ja. Hij belde bij het verkeerde klooster aan. Die belde bij de vrouwen aan met de vraag om daar in te treden. Maar dat was natuurlijk ook zo'n belletje aan de deur. Stel eens voor dat ik monnik zou willen worden. En dat je zegt, ja, maar zegt die broeder Pieter, die is nou al 7 jaar aan het zwerven. Dus ik krijg dan een briefkaart uit Italië. En dan zit hij bij de trappist in Nederland. En dan gaat hij vrolijk naar Indonesië zitten. Ja. Broeder Pieter duikt daar. Ja. Wij vragen ons af als broeders, waar is hij mee bezig? Er is iemand in de communiteit die verantwoordelijk is voor de mensen die in dat traject zitten. Oh ja. En die moet dan op een gegeven moment zeggen, ja, nu moet je toch tot een keuze komen. Zo niet, dan houdt het voor ons houdt het op. Ja. Maar zou u hier broeder kunnen zijn? Ja, kijk eens, er is vrijheid van mening, zou ik zeggen. Dat is vrijheid van mening. En sommige vragen moeten later worden gesteld. Maar qua sfeer die hier aan tafel is, moet ik zeggen, daar zouden we zeer goed in kunnen passen. Ik ga u meenemen naar een heel mooi plekje. Dit is het gasthuis, hebben we 34 kamers. Heel eenvoudige kamer, om ook dat aspect van die contemplatie ook te onderstrepen. Je denkt aan grote afzondering, je denkt aan mensen die buiten de wereld zijn gestapt, die in hun eigen wereld leven en eigenlijk onaangenaam verrast worden door vreemdelingen die hun ritme verstoren, bij wijze van spreken. Nou ja, dat is natuurlijk totaal anders. Ze staan zeer voor je open, toegankelijke mensen, ook al praat je natuurlijk niet met alle broeders die er zijn, maar met een paar. Nou, ik geloof niet dat ze die geselecteerd hebben op een toegankelijkheid. Want je zag eigenlijk bij de kennismaking in de eerste instantie hun open gezichten. Ik vind dit een van de mooiste doorkijkjes in het huis. Kijk, hebben we recent gerestaureerd. En je ziet dus een groot onderscheid tussen het voorste gedeelte. Vroeger had je 2 soorten monniken. De koormonniken, die eigenlijk meer met het gebedsleven bezig waren. En dan de lekenbroeders, die veel op het land werkten en in de brouwerij werkten. En daar zat een scheidingswand tussen. Bij het Tweede Vaticaanse Concilie in de jaren 60 is dat onderscheid opgeheven. En wij kennen nu 1 soort monnik. Vindt u dat logisch? Enerzijds wel, anderzijds is er steeds meer toch de vraag ook weer van mensen die zeggen, ik zou wel monnik willen worden, maar niet dat intensieve gebedsleven. Ik zou gewoon wat meer met mijn handen willen doen en daardoor misschien ook wel die andere monnik in staat kunnen stellen. Akkoord, spreek mij aan. Dus dat je dan toch zegt, er zijn... Er komen weer vragen over die differentiatie, Ja, dat is een normale beweging. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, in die 2 soorten. Nou, praten wij ook niet zoveel over het geloof, hoor. Dat zwijgzame zit er toch nog wel wat in. We doen het vooral in de gebedstijden. Okay. En in het gestalte geven van het samenleven. Want we hebben vanaf wel even die metafoor van het huwelijk gebruikt. Ja. Hè? Het huwelijk heeft in die zin,
je bent begonnen vanuit verliefdheid, het wordt liefde. Je zegt, we gaan, wij kiezen voor dat gemeenschappelijke adatium van navolging van Christus. Maar we hebben nooit voor elkaar gekozen. Nee. Wij komen in die ideologie als het ware bij elkaar. Maar zulke tegengestelde karakters en mensen, dus dat is toch wel een heel gek fenomeen. Ja. En dat zijn mensen die je, bij wijze van spreken, voordat je intrad, niet in je balboekje had staan. Nee, ik kom eruit. En het aardige is nu toch, naarmate ik verder kom, van de meest gekke mensen ga je houden. Dat vind ik het bijzonder. Dus mensen waarvan je zegt, daar zou ik vroeger, was je misschien omheen gelopen. Je gaat, en dat gaat met veel pijn en confrontaties. En ik bedoel, we zijn gewoon maar mensen. Ik bedoel, dat habijt verhult misschien iets, maar dus er wordt hier met deuren geslagen. Dat zwijgen kan ook doodzwijgen worden. Al dat soort. Dus daar moet je als communiteit wel regelmatig aandacht aan besteden. Maar het zit er wel allemaal in. Ja, ik heb me dat te weinig gerealiseerd. Ja. Natuurlijk. Ik heb me dat te weinig gegeven, want u heeft absoluut. Je praat over een huwelijk, maar bij een huwelijk dan ga je met iemand vandoor. Maar de anderen om je heen zijn mensen die niet een huwelijk hebben gevraagd. En daar moet je dan mee op gaan trekken met verschillende karakters. Ja. En daar een eenheid mee gaan vormen. Ja. Nou, dat heb ik me eigenlijk te laat gerealiseerd. Eigenlijk dat natuurlijk best met spanningen gepaard kan gaan. Mijn leven was ingewikkeld, maar hun leven is ook ingewikkeld. En dan is dat heel gezellig om daar eens even met een wildvreemde broeder, bij wijze van spreken, over van gedachten te wisselen. Heeft u daar iets van geleerd van hun verhaal? Dat vind ik altijd, ik moet zeggen, in het leven vind ik altijd, als je afsluit van de maatschappij, dan wordt het leven heel ingewikkeld. Maar ik vind altijd het boeiende om met anderen te praten, door je open te stellen. Zo was ik overigens niet opgevoed, maar dat is later gekomen. Leer je je eigen problemen te relativeren. Dus je denkt dat je zelf grote problemen hebt, maar als je gaat luisteren naar anderen, heeft iedereen probleem. Het lijkt vanzelfsprekend wat u zegt, maar ik bewonder u daarom, om uw toegankelijkheid. En zo kijk ik van een afstand naar u, als u in de publiciteit bent, uw toegankelijkheid. Maar die heeft wel moeten bevechten. Is dat een moeilijk gevecht geweest? Nou kijk, ik heb geprobeerd mijn eigen leven te leiden. Maar dat werd niet altijd zo uitgelegd. Dus dat werd vroeger gezien als studenticoos. Net zoals de beroemde pianospel. Dat je zegt, wat gaan we nu toch weer krijgen? Hij moet zo nodig. Maar vroeger was dat wel een stuk altijd van mijn leven geweest. Ik was door mijn ouders in een enorme vrijheid opgevoed. Dus ik heb dat vroeger altijd gedaan eigenlijk. En ja goed, ik heb moeilijke tijden gekend, dat is gewoon zo. Dus we zijn gelukkig doorgegaan, we zijn gelukkig, hebben we altijd plezierige mensen om ons heen verzameld. Doe jezelf open, kwetsbaar op te stellen, heb ik geen problemen mee. Het is goed afgelopen, maar het had anders kunnen aflopen. Dat blijf ik bij mij altijd zeggen, dat die scheidslijn tussen slagen en mislukken is erg dun geweest. Is het dan heel belangrijk hoe diep de liefde gaat, hoe sterk de liefde is? Hier is de liefde naar God, bij u de liefde naar uw vrouw. Is dat wat zeg maar, die motor gaande doet houden? Nou, wat voor mij eigenlijk toch iets is wat die motor, ja, zeker natuurlijk de liefde voor vrouwen van grote betekenis. Maar eigenlijk elkaar de helpende hand toesteken, dat vind ik toch ook van grote betekenis.
Wat ook de filosofie van slachtofferhulp is geweest. De maatschappij doet je iets aan, de maatschappij steekt je de helpende hand uit. Ik vind heel erg in de maatschappij is voor mij die betekenis samen uit, samen thuis, steek elkaar de helpende hand toe. Ook in een relatie? Ook in een relatie, met wie dan ook. Met wie dan ook gewoon. Je leeft niet alleen voor jezelf. Als je te veel met jezelf bezig bent, dan word je daar diep ongelukkig van. Dus het is ook goed om klaar te staan voor anderen. Dat vind ik van grote betekenis. Maak jezelf ook iets beter. Niet dat je beter wil zijn, maar het maakt je iets gelukkiger. Dat je voor een ander iets kan betekenen of klaar kan staan. Je zegt nogal wat. Als je vooral met jezelf bezig bent, maakt het je diep ongelukkig. Ja, ben je te veel op je eigen persoon gefocust? Op je eigen... Ik denk dat daar als men zegt waarom ze niet opgewekt of vrolijk zijn, dat ze te veel met zichzelf bezig zijn. Maar alleen te veel met jezelf bezig zijn. Ja, dan draai je gewoon vast. Dan kan je vastdraaien. Dus die ander haalt jou er altijd uit. Daarom heb je die ander nodig. Als de ander voor je open staat. Pieter van Vollenhoven maakte in 1967, door zijn huwelijk met prinses Margriet, zijn entree als eerste burger in de koninklijke familie. Hij heeft, zoals hij het zelf omschrijft, een moeizame start en heeft ook moeite om zijn eigen rol te bepalen naar de buitenwereld toe. Zijn doorbraak komt pas op late leeftijd, wanneer hij zich gaat bezighouden met veiligheid in Nederland. Het levert hem de titel van hoogleraar op. Zie de dienst, maakt des heren. En uw ouders hebben nooit meegemaakt wat er nu met u gebeurd is. Vindt u het jammer dat ze dat niet... Ja, zeer spijtig. Ja, ik moet het heel spijtig gevonden, omdat mijn ouders natuurlijk vroeg zijn overleden eigenlijk. Mijn vader al 77, die was ouder, maar vroeger was iedereen ouder. Dus dat viel je niet zo op, dat mijn vader ouder was. En mijn moeder is 5 jaar later overleden. Heel spijtig. Omdat die natuurlijk toch eigenlijk met enige onrust hebben gekeken waar hun kind naartoe ging. Dus dat was, daar hadden ze zeker aarzelingen over. En in het begin heb ik ze er nooit meer lastig gevallen dat het me slecht ging. Maar dat voelden ze ook wel, want de ouders die weten precies hoe dat gaat. Dus, maar ik heb het er nooit gezegd, dus ze zijn beide overleden eigenlijk zonder dat we veel nog hebben gesproken. Behalve oppervlakkig taalgebruik. Vindt u dat jammer? Ja, vind ik heel spijtig. Heel spijtig. Heel spijtig, ja, tuurlijk. Dat had ik zeer gewaardeerd. Maar ik hoop dat ze het zien. Dus wat dat betreft hoop ik dat van harte. Geldt ook voor mijn schoonmoeder. Vind ik ook voor mijn schoonmoeder. Dus niet alleen voor mijn ouders, ook voor schoonmoeder. Want die heeft natuurlijk ook geweten dat het een ingewikkeld pad was. Ze gaf wel toestemming, maar ze moet geweten hebben dat het een ingewikkeld pad was. Dan denk ik ook dat zij dat ook misschien in haar hart geestig heeft gevonden. Want ze heeft altijd gehoopt dat ik zelf mijn weg zou effenen. En dat ik zelf mijn pad zou banen eigenlijk. Ik denk dat zij dat absoluut leuk zou hebben gevonden dat het zo is afgelopen. Praat u dan nog wel eens tegen haar? Dat u gewoon tegen zegt van, kijk, het is toch op zijn pootjes terechtgekomen tegen hun eigen ouders. Gewoon alsof ze misschien in de hemel zijn. Ja, kijk, in wezen heb ik die bereidheid om dat te doen. Ik denk dat het dan overbodig is, omdat ze dat wel zullen zien. Maar daar zit voor mij natuurlijk toch de onzekerheid eigenlijk. En dan zou je nog eens stevig hier met de broeders moeten praten eigenlijk. Of... Het liefst zou ik willen geloven dat het zo was. Dat als je sprak eigenlijk, dat die vorm van bereikbaarheid er zou zijn. Ik zou dat waarderen als het zo was. In mijn hart, moet ik eerlijk zeggen, ben ik er niet zeker van. Maar zou je die zekerheid willen hebben? Ja, ik zou dat zeer waarderen. Ja, ik zou dat zeer waarderen eigenlijk. Ik zou dat zeer waarderen. Maar... Tot op heden, ik luister hier. Maar die zekerheid heb ik nog niet. MUZIEK
Vader van 4 kinderen, 4 zonen, grootvader van 9 kleinkinderen. Wat voor vader bent u? Nou, kijk, als vader hebben we met die vier zonen altijd een buitengewoon goed contact gehad. Het is zo geweest, als ik boos was, heb ik altijd gezegd dat ik boos ben omdat ik van ze hou. Dat is natuurlijk, dat klinkt merkwaardig. Maar als je zegt, mijn vader is zo boos, waarom ben je boos? Omdat je van de kinderen houdt. Want als ik niets op de kinderen zou geven, waarom zou ik dan een hemelsnaam boos zijn? Dus je bent eigenlijk alleen maar boos als het jezelf te harte gaat. Dus we hebben goed contact gehad. Ik heb ook altijd tegen de kinderen gezegd, als ik doorslaaf, als ik iets had, mochten ze een broer erbij halen of een vriend, of zo op geen punt, om mij te corrigeren. Dus we hebben in wezen altijd een voortreffelijke verstandhouding gehad. En als opa? Ja, kijk, het is... kijk, wat alles herhaalt zich in het leven, wat ik altijd zo fantastisch vind. Wat de kinderen vroeger de ouders verweten van dat is fout of dat is fout. En hoe krijg je het verzonnen? Krijgen zij nu. Dus dat is zo fantastisch. Nu zit ik gewoon vals te stoken en te lachen. Want nu staan hun problemen. Nu komen al die vragen die ze ons hebben gesteld, moeten ze nu zelf gaan zitten beantwoorden. En nu komen al die dingen bij hun. Dus dat vind ik fantastisch. Ik lach en ik laat het hun mooi oplossen. En ik memoreer alleen nog maar van, oh, vroeger, ik herinner me nog iets vragen. Nou... Ze zoeken het maar uit. Nee, maar dat, zij zijn aan zet. Het vraagt veel aandacht, krijg ik de indruk. Dus Benedictus en Benarst, Benedictus is volgens die regel leven, hè? Hoeveel liter maakt u? Wij maken zo'n 35.000 hectoliter trappistenbier. Het moet binnen de muren van een levende trappistengemeenschap gemaakt worden. Want anders mag ik het predicaat trappistenbier niet dragen. Oh, dat mag niet op grond van de formule? Nee. Maar toen begon met dat laten zeggen, trappistenbier, hoe groot was het? Hoeveel liter produceerde men eigenlijk? Dat moet niet groot geweest zijn, omdat men toen eigenlijk alleen maar brouwde voor eigen gebruik van de monniken. Dus het aantal liters zijn we ook vergeten. Zijn we ook waarschijnlijk teruggelopen. Ja. Dus dat was heel beperkt. Dat was maar al heel vlug, dus merkte men dat er een bron van inkomsten in zat. Ja. En toen is men het gaan vercommercialiseren. U heeft het bier gedronken. Hoe smaakte dat bier? Nou, dat smaakt naar meer. Dat kan voor gezorgd worden. Nieuwsgierig. Ik heb altijd gezegd, ik vind nieuwsgierig. Ik vind het geloven vind ik belangrijk. Je bent natuurlijk toch in een christelijke maatschappij opgevoed. Vind ik het toch. Je moet de moeite doen eigenlijk om de Bijbel te leren kennen. Nou, ik heb daar best moeite voor gedaan vroeger. Ik heb het pad iets te vroeg afgemaakt. Het werd te theoretisch. Ik wil graag geloven, maar je moet er ook iets mee doen. Je moet het ook in de praktijk brengen. Dat je gewoon zegt, wat doe ik er dan mee? Dus alleen over praten, dat moet je niet doen. En wat doet u ermee? Nou, voor mij is het eigenlijk toch klaarstaan voor anderen. Dat is eigenlijk het enige beperkte wat ik dan doe eigenlijk. Dat ik absoluut probeer klaar te staan voor anderen. In de filosofie samen uit, samen thuis, om elkaars hand vast te houden, ook in moeilijke tijden.
In 2001 wordt bij Pieter van Vollenhoven huidkanker geconstateerd. Sindsdien is hij een aantal keren geopereerd. Die ziekte heeft je iets meer aan het denken gezegd. Zeg, beste man, heb je voldoende nagedacht? Of heb je te veel voor je uitgeschoven als er werkelijk wat gebeurt? Hoe verlaat jij de planeet eigenlijk? Heb je daar voldoende over nagedacht? En hoe kijkt u dan naar het einde? Ja, nou ja, goed. Ik vind hoe je naar het einde kijkt. Ik moet u zeggen, daar moet ik nog wat stappen zetten. Ik heb dat al wel eens gezegd. Ik heb vrienden meegemaakt die totaal gereed zijn. Die zeggen dat. Die vinden dat. Nou, het woord feest zou ik niet willen noemen. Maar we zijn gereed om naar. Verder te reizen, eigenlijk. Als de dood hun pad zou kruisen. En een totaal innerlijke rust. Daar gaan we. Nou, zover ben ik nog niet. Dus. Dus ik moet nog wat doen eigenlijk, wat huiswerk doen. Bidden wij om Gods rijkste zegen voor meneer Van Vollenhoven en voor zijn gezin en hun intenties. We gaan naar kerstmis toe. Wat betekent kerstmis voor u? Moment van bezinning, altijd weer. Dus, en dat zijn dingen die je alleen doet. En dat vind ik ook met name het kaarslicht eigenlijk. Spreekt me aan, want dat is ook een kaarsje branden voor een ander. Ja, dat u zegt, wat gaan we nou toch krijgen? Maar toch spreekt dat kaarslicht, dat licht wat eruit straalt en de gedachten die je erbij kan hebben. Spreek me aan, nou dat is eigenlijk altijd kerstmis, een moment van bezinning. En dat je gedachten eens even in met dat kaarslicht de vrije loop kan geven. En bent u dan de verstilde kluizenaar die naar binnen gaat en die er wil zijn voor de ander? Of bent u dan de familieman die geniet van het samen zijn met de kinderen en kleinkinderen? Een stuk kluizenaar, maar de deur staat op een kier. Proost. Fantastisch. Ja. Heel dank. Heel dank voor de enorme gastvrijheid. Ja. Eén ding heb ik jammer gevonden. Ja. Ik vond de ontmoeting in het begin met ons allen. Ik had eigenlijk ook met allen willen afsluiten. Maar dat doen we een andere keer. Ik kom u nog een andere keer opzoeken. Want ik moet eerlijk zeggen, het was echt een ontdekkingsreis. Zoals een ontdekkingsreis hoort te zijn.